ik dacht nooit dat ik in een winkel, in een supermarkt kan werken. Met mijn beperkingen en alles. Voor de supermarkt waar ze werkt is het een kleine moeite. Maar voor de rolstoelgebonden Sandra betekent het veel. Vandaag wordt er speciaal voor de nu nog tijdelijke kracht een rolstoellift achter de kassa geïnstalleerd. Nu kan ze in plaats van zo, gewoon zo beginnen met haar werkdag. Van vandaag eigenlijk wordt de kassa aangepast en ik kan alles zelf doen. En dat is zo belangrijk voor mensen als ik. Ik geef mij een gevoel dat ik normaal ben. Dus dat ik ben niet buiten gesloten. En dat is zo belangrijk. Dat is 8:02 alsjeblieft. Sandra wilde zo graag bij de supermarkt werken dat ze zich in eerste instantie zelfs opgaf als vrijwilliger. Als mensen of een werkgevers kijken mij en zien dat ik zit in een rolstoel, zij denken dat, wat kan ik doen? Maar daar dacht de manager van de supermarkt anders over. Nee, ja, mensen die zo'n inzet hebben als Sandra en die zo enthousiast zijn, daar zijn we altijd heel blij mee. Daar willen we graag mee werken. Ja. Je moet gewoon kijken wat er wel kan. En als je kijkt wat er wel kan, dan is er vaak heel veel meer mogelijk dan dat je eerst denkt.